Hallo allemaal en welkom bij een soort van derde let's play deel van Terraria. Alleen deze komt waarschijnlijk, hoop ik, misschien. Ja, eigenlijk wel waarschijnlijk. Eigenlijk is het al wel zeker. Op Dutch Gamers United. Dat is, voor zover ik begrepen heb, een soort community channel. En ja, ik had dus gevraagd of ik daar wat op mocht posten en dat mocht. Dus daar wil ik ze heel erg voor bedanken. Dus bedankt. Als u er al op komt. Ik heb op mijn eigen channel upload ik Terraria. Ik heb alleen nog niet zo heel veel filmpjes. Want ik ben pas, ik ben er niet zo lang bezig. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ik ga er ook al mee door, denk ik. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sterf. Ik heb geen eten. Sterf. Hij oont mij. Ik upload vooral een let's play eigenlijk. Zo van hier, deze episode gaat ook waarschijnlijk op mijn eigen kanaal als gewoon een let's play. En ik upload ook andere filmpjes, want ik heb twee accounts op Terraria. Nou ja, meerdere, maar twee die ik voor YouTube gebruik. Dus deze en mijn primaire account, zeg maar, mijn hoofdaccount. En nog maar zo meten. En daar heb ik, voor zover ik weet, ongeveer de beste stuff op. Daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. Maar ik weet niet of ik echt de beste spullen heb, zeg maar. Voor zover ik weet wel. Ik heb trouwens nu ook Necro of zo. Necro Armor. Ik weet niet precies hoe dat zegt. Dat is van botten en cowweb, geloof ik. Dan moet je de Skeletron verslaan en dan kun je in zo'n dungeon en dan krijg je botten. En ik heb ook zo'n zwaard gewonnen. Nee, niet doodgaan. Nee, niet doodgaan. Dan moet ik helemaal opnieuw lopen. Nee, doodgaan. Nee, doodgaan. Nee, doodgaan. Oké, mooi. En armen heb ik ook. En ik heb allemaal in die dungeon heb ik allemaal zwaardjes gevonden en zo. Alleen ik heb die dungeon niet opgenomen. Wat ik wel op zich wel jammer vond. Want dat was best wel vet om te zien, denk ik. Waarschijnlijk. En ik weet nog maar zo'n. En ik zal waarschijnlijk ook nog tutorials gaan doen. Oh god, jee, dat had ik al eerder gevonden, geloof ik. Weet ik niet helemaal zeker meer, want ik heb al een paar dagen niet op deze gespeeld. En ik zal waarschijnlijk ook nog een paar filmpjes gaan uploaden hoe je Skeletron, The Eye of Chaluli. Hé, nu zeg ik het wel denk ik goed. In mijn eigen commentaars niet. The Eater of World en dat was het eigenlijk. Hoe je die drie bossen moet slaan. Er is ook nog een King Slime. Maar die ben ik pas één keer tegengekomen. Die is zo slecht dat ik hem eigenlijk geen bos wil, durf en kan noemen. Want het is eigenlijk gewoon een slime. Alleen al wat groter en met meer levens. Maar heel veel beter is die eigenlijk niet. Hij is eigenlijk helemaal niet beter. Gewoon. Cowweb. En een pot. En zilver. Dat neem ik altijd mee. Ik ging vandaag met soort van schoolreis iets, ging naar de Efteling. Ik zit ben in de tweede blijven zitten. En ik zal wel wat meer over mezelf vertellen, maar ik maak eerst even lekker mijn verhaal af. Ja, op zich was dat wel leuk. Er liep alleen een stel autisten van andere scholen rond en die gingen ons uitschelden. Alleen toen scholden we terug en toen kregen we ruzie. Maar dat was op zich wel grappig. En er waren een paar gasten en die hadden ruzie met de buschauffeur, waaronder ik en nog zo'n gozer. En die buschauffeur die had die andere kerel zo bij zijn keel gepakt. En toen had hij een hele rode keel en dat was op zich best wel grappig. Alleen hij vond het niet zo leuk. Maar ik wel, want ik vind dat best wel leuk. Niet star. Wow, niet doodvallen. Niet doodvallen, nee. Niet doodvallen. Nee. Wat heen? Oh. Oké, dan heb ik dus geen mushrooms meer. Heb ik nog andere HP? Oh, die dingen. Oh, we kunnen ook even dingen op gaan blazen. Wat gaan we opblazen? We kunnen ze ook gewoon hier random naar beneden gooien. Oh nee, Cave Bed. Die zijn ziek sterk. Tenminste, als ik een houten zwaard heb. En zo weinig HP. Nou, de Efteling, normaal is het altijd super druk daar, maar het viel op zich nu heel veel mee, want er waren alleen, volgens mij was het park gereserveerd voor scholen en dat is echt wel chill. Dan loop je daar gewoon rond, la 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 la, fuck jullie zijn niet van de school op donder. En dan, wat heb ik eigenlijk opgeblazen, joh? Volgens mij echt gewoon niks. Ga pees niemand maar jou. Oh, gaat hij doen, gaat hij doen, gaat hij doen. Oh, wat leuk. Ik zie hem niet. Bring it on, bitch. Oh, ik zal waarschijnlijk nu wel doodgaan. Jump. Jump, motherfucker. Dat is een heleboel. Ik weet niet precies wat het is. Dat kan niet goed zien. Dit. Ik ga het hakken. Ik plaats even. Oh shit. Echt beest. Niemand mag jou. Oké, laten we hem ownen. Ha. Dat was niet zo moeilijk. Oké, dan gaan we dat even hakken. Ja, op zich. De Python. Ik vind de Python helemaal niet zo heel leuk. Ik weet niet of jullie Walibi of Efteling kennen. Tuurlijk kennen jullie Efteling. Iedereen kent Efteling. Maar ik vond de Python echt geen zak aan. Ik ben een paar keer in, zeg maar, een buitenlandse andere pretpark geweest. En dat is zo 10 keer veel beter dan Walibi. Of dan de Efteling. Want Walibi is op zich ook nogal leuk. Alleen de... Weet, dit is daar een nieuw achtbaan. De speed of sound. Alleen zoiets, denk ik. Alleen ik weet niet of die leuk is. Want ik ben er nog niet geweest. Waarschijnlijk zal ik nu wel deze commentaar echt veel te lang zijn, maar... Wat de hel is... Oh, dat is een skelet. Skeleting. Maar die kan nog helemaal niet te slaan. Die is veel te sterker mee. Gewoon doen. Ja, kutbeest. Nu zijn we dood. Nou ja, dan gaan we even wat omsmelten. En dan maken we een furnace. En dan gaan we even wat betere dingen maken. En dan gaan we terug. Oké, let's go. Oh, ik zal jullie ook even wat uitleg geven. Ik had al een soort huisje gebouwd. Dan kun je hier kijken zo. Huh? What the fuck? Waarom kan ik geen... Nou! Oh ja, ik heb toortjes nodig. God, ik heb geen toortjes. Dat is echt heel slecht. Oh, dit koude heb ik ook beleven. Oh shit, what the hell? Waar ben ik? Oh, mijn poppetje. Daar, ik zie hem. Ik kan erbij. Jongen, springen, dikke. Nee, konijntjes, val niet in. Dat vind ik zielig. Ik heb jullie gered. Jee, slime. Die geeft, hoe heet het? Gel. Oké, we gaan hem ownen. Slime geeft gel en met gel kun je toortjes maken en zo. Oh, 2 zelfs. Ga dood. Hoeveel heb ik? 2 gel. Jij moet ook doodgaan. Jij moet ook sterven. Yo, hij hitte me 2 keer. I will not take that from you, you motherfucker. Mushroom. Oké. We hebben nu... Oh, nog één. Oh, heeft ik... Oh, wat de... Wat? Ze vermoorden zo mijn kleintjes. Oeh. Dat is niet aardig. Jij bent ook niet aardig. Kutbeesten. Oké, kijk of het nu kan. Springen. Springen, kerstman. Met een groene baard. Maar dan ben je het. Ja, guy, blijf maar buiten staan. Niemand maar jou. Oké, ik snap echt niet wat ik fout doe. Ik maak even toortjes. Dan kijken of ik hem kan maken. Wat? Oh hier, mooi. Ja, 3 toortjes. Fucking lelijk. Furnace. Wee. Gold bar. Wow. Iron bar. Wee. Copper bar. Wow, ik heb best wel veel kopper. Bam. Je gaat iron anvil maken. Dan kun je armor en... Oh, poepding. Daar wilde ik jou niet. Holy shit, viel iemand achter mij uit maar van zijn fiets af. Sorry dat ik daarom lacht. Dat vind ik grappig. Gold broadsword maken. Bring it on. En waarschijnlijk ga ik wat armor maken, denk ik. Betere tools kan ik altijd later nog maken. Of van iron. Wat? Nou ja. En een helmet maken. Kijk hoe dat eruit ziet op de kerstman. Boom. Wow, skills. Nee, nu heeft hij geen... Waarom is zijn baard weg? Dat is echt al heel erg zwaar lelijk. Chest die we ook nodig. ook even plaatsen. Dan gooien we even... Oh, jongen, ik klik op die chest, bitch. Dan gooien we al onze stuff in die we niet nodig hebben. Of waar we last van hebben. Oh nee, jou ook nodig, want ik ga... Kom hier, sword. Daar weer. Want van die... Hoe heet dat? Van ik wil iets zeggen, maar ik ben vergeet wat. Nee, dit wilde ik niet doen. Nou, boeien maar niet. Nog één. We kunnen er nog één maken. Pof. 20 arrows. Jee. Ik heb niet eens een boog. En... Torches. Heel veel torches. Nou, heel veel. Jou heb ik ook niet nodig. Jullie twee hebben wel nodig. En mijn coins. Oeh. Oké. Dit was het. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben, maar waarschijnlijk al veel te lang. Even kijken. Ja, 10 minuten dus. Comment, rate, subscribe op mijn eigen channel. Ja, bedankt voor het kijken, jongens.